De meldkamer ambulancezorg van Zeeland staat per direct onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de veiligheidsregio Zeeland. Aanleiding voor het verscherpt toezicht is een klacht over de afhandeling van een 112-melding in april vorig jaar. Bij die 112-melding is er niet op tijd een ambulance gestuurd naar de melder. De melder, degene die gebeld had, is later via de huisartsenpost per ambulance vervoerd en is 2 weken later overleden. Na deze melding deed de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoek naar de gang van zaken in de meldkamer. De conclusie was dat de meldkamer niet voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg. Volgens de veiligheidsregio zijn er inmiddels maatregelen genomen.